De integratie van de Franse cultuur in Suriname, evenals het aanleren van de Surinaamse cultuur, is de missie van de Alliance Française in Suriname. Dit zei Virginie Lemay, directeur van de Alliance Française in Suriname, aan onze redactie op de Nationale Dag van Frankrijk op 14 juli. Het streven van haar instantie is volgens Lemay om zoveel mogelijk cultuurelementen over te dragen aan de Surinaamse samenleving en tegelijkertijd ook de Surinaamse cultuur aan te leren. Dat wil ze doen door het organiseren van workshops en bijbrengen van kennis over cultuurelementen. Op deze wijze tracht Alliance Française een hechtere samenwerking met Suriname te behouden. Dus we zijn begonnen met ook een project langs de Maroni-rivier, zodat we Frans gaan leren aan kleine kinderen. Zodat ze ook als ze naar Frans-Guyana familiebezoek kunnen, ook een beetje Frans, maar ook voor ze later. Als ze misschien naar Frankrijk willen studeren, dan kunnen ze al Frans. En andersom zijn we ook bezig ook een Nederlandse taal natuurlijk in Frans-Guyana ook te promoten. Dus we proberen samen te werken met allerlei organisaties om samen te werken als buurlanden. Lemay stelt verder dat Suriname als land met een multiculturele samenleving genoeg heeft om over te dragen aan de rest van de wereld. Het belangrijkste is natuurlijk het behoud van de eigen identiteit als land, zoals bijvoorbeeld de Surinaamse taal, het Sranantongo. Het is deel van jullie nationale identiteit als volk. Sranantongo is net zoals voor wij Frans. Sranantongo is voor jullie. Natuurlijk, jullie hebben Nederlands, maar daarnaast jullie hebben Sranantongo. En dat moeten jullie niet verliezen. Dat is deel van jullie herfenis. Dus dat is belangrijk. Blijven ook de jongere mensen. Ik denk dat ze ook dat zouden blijven leren. Ik weet niet of dat wordt geleerd op school of niet. Of misschien af en toe wel, af en toe niet. Maar dat zou ook belangrijk zijn. Omdat wat ik zeg, het is deel van jullie cultuur en identiteit. Dus wat mij betreft is het belangrijk en het kan sowieso samen met een andere taal, dus Nederlands en Frans en Engels en zo. Jullie zijn ook, spreken ook meerdere talen, dat is geweldig. Veel Franse mensen kunnen helaas alleen maar Frans vaak, daar kunnen we ook veel van jullie leren. De avond werd afgesloten met een aanleren van de Franse dans aan de genodigden, gevolgd door een informele netwerksessie.